NEC neemt het vrijdagavond in Maastricht op tegen MVV. MVV gaf afgelopen zondag in de Limburgse burenruzie een 2-0 voorsprong weg tegen Roda JC. De ploeg uit Maastricht heeft 20 punten en staat op de 15e plek. NEC won afgelopen zondag met 1-0 van FC Den Bosch. De vorige ontmoeting dit seizoen was een bloedstollende wedstrijd. Okita scoorde in het laatste kwartier 2 keer, waardoor NEC de wedstrijd met 2-0 won. Trainer François Gesthuizen hoopt dat zijn ploeg het duel met de Limburgers eerder beslist dan in blessuretijd. Nou ja, het maakt niet uit. Uiteindelijk willen we de wedstrijd winnen. En hoe dat maakt in die zin. Kijk, ik van de week gezegd, ik ben ook wel een romanticus. Ik win ook het liefst met een mooie wedstrijd en tiki-taka voetbal en mooi positiespel. Ja, kan niet altijd. Daar zijn we wel constant mee bezig om dominanter te zijn aan de bal. En dat was afgelopen week zeker de eerste helft heel moeizaam. Daar hoeven we ook niet omheen te draaien. Uiteindelijk, en dan kom ik weer bij emotie uit, gaat het wel om de overwinning. Alleen vaak gaat het hand in hand. En het is wel een kwaliteit dat jullie dit seizoen hebben, dat jullie tot het einde strijden en in de slotfase punten pakken. Jawel, daar zit het ook niet zozeer in. Het zit ook niet in. Deze jongens willen elke dag hard trainen, willen hard werken. En soms is het heel makkelijk om als supporter te zeggen, als je een wedstrijd verloren hebt, er is geen strijd. Maar er is ook nog iets als tactiek. En als dat niet klopt, ja, dan kom je overal te laat. Dan lijkt het net of ze het niet willen, maar zo is het bij deze jongens echt niet. De jongens willen echt wel tot het gaatje gaan. Heeft ook al heel veel punten opgeleverd in inderdaad de laatste fase van de wedstrijd of blessuretijd. Maar het moet gewoon op het veld gewoon kloppen. En dat heeft met verdedigen te maken, maar ook aan de bal. Kijk, als je aan de bal goed bent of beter bent in ieder geval dan afgelopen week eerst half tegen Den Bosch, dan kun je een tegenstander ook wat langer onder druk zetten. Dus hopelijk kunnen we dat wat vaker gaan doen en kunnen we ook wedstrijden wat eerder beslissen. Ik moet wel rekening houden als ik jou wil interviewen, want jij bent als laatste die klaar is met trainen. Ja, ik probeer altijd wel iets voor mezelf te doen. Dus nog veel wat beter kan in de afronding en zo. Dus ik wil daar wel alles uithalen. Dus ik probeer veel ballen nog even te schieten, vrije trappen te nemen, een paar acties te maken. Ja, want je bent mede topscorer van NEC in de competitie, maar toch draai je een wisselvallig seizoen. Ben je het mee eens? Ja, ik verwacht sowieso meer van mezelf. Ik vond dat ik er meer moest maken. Dus ik vind dat ik ben niet tevreden met die 6 goals nu in de competitie. Dus die lat moet zeker omhoog. Ja. Tom Overtoom en Randy Holtz trainen weer mee. Is dat sneller dan verwacht? Nee, volgens mij allebei redelijk op schema. Ja. Hoe lang gaat het op duur voor ze ook echt weer bij de selectie kunnen zitten? Ja, kijk, ze hebben nu, dit is denk ik de tweede volledige training van ze. Waarbij we met Tom spierblessure een klein beetje gas terugnemen met een aantal oefeningetjes. Volgende week spelen we een oefenwedstrijd. Moeten we even kijken of ze daar eventueel op minuten gaan maken. Maar ze moeten eerst wel eens even een weekje goed de belasting aan kunnen. Voordat ze weer terugvallen in een andere blessure. Hoe komt het dan dat je af en toe niet erg aan de was komt, zoals afgelopen zondag? Ja, afgelopen zondag was echt een slechte wedstrijd. Er kwam sowieso niet echt veel voetbal van het als team. En ik denk ook dat ik zelf iets meer verantwoordelijkheid moet nemen, iets moet laten uitzakken. Iets meer aan de bal moet komen, want als ik wedstrijd dat ik niet veel aan de bal ben, dan kan ik mijn kwaliteiten niet echt, dan komen die niet eruit, zeg maar. Dus ik moet zorgen dat ik gewoon in mijn spel kan komen en dat is wel een verbeterpuntje. Ja. Zien Fleming is er weer bij. Die heeft na vorige week uit mijn hoofd geen wedstrijd gemist. Dat is jouw vaste nummer 10 geworden nadat hij een tijdje in de spits stond? Vast. Wat is vast? Hè. We kijken elke week wel naar wie kan daar spelen. We evalueren iedere week. We kijken iedere week ook naar hoe jongens gespeeld hebben. Uiteindelijk is het wel zo, ik zeg nooit in de voetballerij, hè, dat we hem, dat zie je ook in de feiten, wat minder als spits gebruikt hebben. Wij zien hem toch wel meer als een diepe 10. Ja, soms breekt noodwet en moet je misschien eens wat schuiven, maar op dit moment zien we meer als middenvelder, ja. Het kan slecht nieuws zijn voor Dirk Proper, los van het feit dat we hem gaat opstellen, VM klaar om voor een langere periode alles te spelen? Ja, dat ligt eraan. We moeten bij Dirk ook goed kijken naar de fysieke belasting. Nou is dat nu op dit moment geen reden. Hij begon natuurlijk afgelopen weekend best wel onwennig. Hè. Een moeilijke start. De tweede helft heeft iets beter gedaan. We weten allemaal, en Dirk vooral, dat hij nog veel beter kan. Maar hij is eigenlijk pas aangesloten. Dus hij moet ook weer even wennen aan deze belasting van deze jongens. Gaat allemaal net wat sneller. Maar dat hij uiteindelijk het niveau aan kan, is logisch. Dus uiteindelijk is dat ook weer een keuze die wij moeten maken. Tegen welke soort direct tegenstander speel jij het liefst? Oh, dat maakt me echt niet uit. Als ik gewoon veel aan de bal bij mijn acties kan maken, richting de goal kan voetballen, dan kom ik in mijn kracht. Dus niet echt een bepaalde tegenstander. Ik kan me voorstellen dat een meer voetballende verdediger misschien wat lastiger is te gaan spelen dan een wat langzamere. Ja, sowieso. Eigenlijk ook niet. Ik ga gewoon van mijn eigen kwaliteit uit, dus het boeit me echt niet op wie ik sta. Dus ik hou me daar echt totaal niet mee bezig. Dus je weet ook niet wie er bij MVV achterin staat morgen? we hebben het even besproken. We hebben altijd voor de dag van tevoren gewoon een team bespreken. Dan krijg je ook kwaliteiten van hun. En in de counter zijn ze wel kwetsbaar. Dus daar hebben wij ook snelle jongens natuurlijk. Dus dan moeten we wel zorgen dat we daar gebruik van maken. Dan naar MVV. Ik weet dat het een spits heeft die goed kan scoren. Voor de rest weet ik niet heel veel. Wat is er voor een team? Ja,
Van der Hurk heeft van de week niet gespeeld tegen Roda. Voorin hebben ze met Schooi aan de linkerkant, die gaat wat zwerven, wat dynamiek. Aan de rechterkant met Goppel wat snelheid. Ik denk dat ze achterin wel wat kwetsbaar zijn. Zeker op de flanken tegen onze snelle jongens. Dus we gaan het zien. Maar uiteindelijk spelen ze heel compact. Dus aan ons om daar doorheen te spelen. En ja, daar hebben we het niet altijd heel makkelijk mee. Getuigen de afgelopen wedstrijd tegen Den Bosch. Ja, het lijkt wel dat je het spel zou moeten maken. Net als zondag. Er zijn iets minder goed dan de counter waar je het op hebt. Ja, klopt. In de counter zijn we erg gevaarlijk. Alleen ik denk dat we af en toe ook momenten hebben dat we wel goed voetballen. Dus daar moeten we sowieso zelf van vanuit gaan. Het heeft geen zin om te denken van ja, we moeten dit en dat. We kunnen gewoon zelf ook voetballen en daar moeten we vanuit gaan. En als het niet loopt, dan loopt het niet. Dan moeten we zorgen dat we het anders beter doen. Ja, voor jou een kans om zondag van je af te schieten? Ja, sowieso. Dat is voetbal elke week weer een nieuwe kans, toch? Dus dat gaan we zo doen.